JD, de vrouw met wie Waylon tijdens de zwangerschap van Bibi vreemd ging, heeft op Instagram bekendgemaakt zwanger te zijn van haar eerste kindje. Nadat Waylon Bibi bedroog en alles uitkwam, ging de zanger diep door het stof. Hij bood meermaals zijn excuses aan en Bibi besloot hem nog een kans te geven. Toch lijkt het de afgelopen tijd alles behalve goed te gaan tussen de twee. Zo ging Bibi alleen met de kids op vakantie. En de keren dat ze wel samen gezien worden, oogt alles behalve gezellig. Yvonne Koldewijer opperde afgelopen week op haar Instagram zelfs dat Waylon nog steeds vreemd gaat. Stel, ik zou brengen dat Waylon nog steeds vreemd gaat, zou je dat dan geloven? vroeg Yvonne aan haar volgers. En nu blijkt dat JD, de dame met wie Waylon vreemd ging, zwanger is van haar eerste kindje. Op haar Instagram schrijft JD bij een filmpje waarin ze haar zwangerschap bekend maakt: elke dag is een stap dichter bij de ontmoeting met jou. Omdat ze niets over de vader van haar ongeboren kindje meldt, reageren volgers van Juice kanaal Reality FBI geschokt. Toch niet van Waylon, mag ik hopen, is een van de reacties. De affaire is te lang geleden, dus, naar alle waarschijnlijkheid, is Waylon niet de vader, meldt Reality FBI. Maar goed. Het kan natuurlijk wel.